Dit is mijn paard, Henk. En Henk is inmiddels dood en dat doet best wel veel pijn. Ik ben Henk tegengekomen ergens in een grote vallei waarvan ik nog niet echt weet hoe die heet. Het zit namelijk zo, ik moet nog een toren beklimmen en vanuit die toren krijg ik een overzicht en een kaart van mijn omgeving. Dus ik weet niet eens waar Henk precies gestorven is, want Henk is in de buurt van die vallei ook gestorven. Nou ja, waar heb ik het over? Natuurlijk Zelda Breath of the Wild. En nou ja, er zijn heel veel Zelda-delen natuurlijk verschenen. En ik ben nu voor mezelf een beetje zo aan het kijken van oké, ten opzichte van die andere Zelda's. Waar ik dan ook ongeveer, nou ja, ik heb er nu iets van 16 uur tijd in zitten, iets meer. Toen ik zo lang speelde, wat vond ik er toen van? Sommige Zelda's had ik toen al uitgespeeld. En nou ja, ik heb het gevoel alsof ik nog niet eens halverwege Zelda Breath of the Wild ben. Dus ja, het zijn allemaal scheve vergelijkingen, maar ik moet je zeggen, hij klimt steeds hoger, deze Zelda. Link klimt niet alleen hoger in de game, hij klimt ook hoger in mijn eigen lijst. Dus ik maak van alles mee. Je kan dus paarden vangen. Sorry jongens voor de spoiler als je nog niet wist bij deze. En dat ben ik gaan doen en ik vond dus een paarse paard. En dat is echt de vetste shit ooit, want die kon ik gewoon ownen, claimen en totdat hij doodging. Je kan je outfits aanpassen, je kan ja, eigenlijk zo'n enorm grote wereld verkennen. Het is echt een open world setting. Wel een beetje restricties met waar je wel en niet heen kan vanaf het begin. Maar veel vrijer dan dat ik gewend ben van Zelda. En ik geniet er enorm van. Maar echt, weet je wel, met gewoon een smile van oor tot oor ben ik aan het spelen en ook tot iets te laat, dus ik heb waarschijnlijk een beetje wallen en ik ben een beetje moe omdat ik gewoon iedere keer denk, nou ja, weet je wel, dan is het, ik moet meestal rond een uur of 12 gaan slapen, want ik moet sowieso 7 of 8 uur eruit, dus dan denk ik van, nou oké, weet je wel, 11 uur nog even een uurtje doorspelen en voor ik het weet is het alweer 2 uur 's nachts en zo gaat dat door. Die game die grijpt je en die laat je niet meer los. Ik hoorde van Shelly trouwens hetzelfde. Die heeft hem ook en die heeft hem op de Switch. Ik speel hem zelf op de Wii U. Maar die zegt ook, ik heb mijn Switch nauwelijks neergelegd. Echt gewoon nauwelijks. Ik heb gewoon constant gespeeld. En dat doet die game met je. Dus we zijn ons volop aan het voorbereiden op een hele toffe review. Het is dus een grote game. We hebben er wat tijd voor nodig. Bij GameKings hebben we hem niet zo vroeg gekregen als andere media. Dat heeft ook weer te maken, geloof ik, met embargo en dingen ondertekenen. Al weet ik dat niet 100% zeker, dus don't take my word for it. Maar we zijn er in elk geval volop mee aan de slag. Dus voor iedereen die denkt, waar blijft die review nou van GameKings? Shelly en ik zijn fulltime aan het spelen en hij komt zeker op jullie af. En tot die tijd ga ik nieuwe verhalen maken zelf in Breath of the Wild.